Waar ik In de komen. samenleving lag het heel erg gevoelig, hè, het dichthouden van de scholen. Is er ook overwogen om dit niet te doen? Want het heeft invloed Zeker. Op 2,5 miljoen kinderen. We willen maar één ding. En het is ook niet voor niets dat we dat scholieren. Advies ook gevraagd hebben nadat vorige week wel de lockdown verlengd was. Omdat we hebben maar één verlangen. En dat is dat de kinderen weer naar school kunnen. Dat is niet alleen goed voor de kinderen, natuurlijk ook voor de ouders. Maar het is gewoon het allerbeste dat je gewoon naar school gaat. Dat je daar je onderwijs krijgt. Maar ook het hele sociale gebeuren. En dat kunnen nu niet alle kinderen. Dus als het weer kan, dan moeten we het ook zo snel mogelijk ook weer doen. Maar het moet wel verantwoord zijn. En dat hebben we het OMT gevraagd. En helaas. Maar u plaatst zich dan wel altijd binnen dat OMT-advies, hè? Terwijl er natuurlijk ook een andere kant is. En dat is het effect op die scholieren en die kinderen. Zegt u van, ja, ik kan dat voldoende daar over het voetlicht brengen, dat dit wel echt uitzonderlijk. Want het is op een gegeven moment zelfs gezegd, ja, die scholen, dat willen we gewoon echt niet meer dicht hebben. Dat klopt. Dat was inderdaad ook onze inzet aan het begin van het cursusjaar. Dat hebben we niet kunnen volhouden. En de maatregel die genomen was, onvermijdelijk in december. Omdat we ook zagen dat de ziekenhuizen volstroomden. De druk op de IC, het aantal IC-bedden, dat waren echt scenario's waardoor er toch zo stevig moest worden ingegrepen. Even los van de ruimte die we nog geboden hebben. Toen die lockdown vorige week werd verlengd, hebben we echt nog hoop gehad van, als het maar even zou kunnen, toch eerder ook weer de basisscholen maar open. Maar het kan niet. En dat is helaas was dat niet maar, mogelijk. Maar u, meneer Kluitmens, u bent van het OMT, OMT-lid. Wat zou er gebeuren als we die scholen wel gewoon open zouden gooien? Wat gebeurt er dan? Nou, wat er precies gebeurt, weet je natuurlijk nooit. Hè? Maar er zijn wel grote zorgen om die Britse variant. En u zei net al terecht, we zien eigenlijk de cijfers dalen op dit moment. En we zitten met een R-waarde die net onder de 1 zit. Maar wat we onder die radar zien, is dat de oude variant die nog heel veel voorkomt in Nederland, die daalt. Daar zitten we net in control. Maar daar zit een toename van die Britse variant onder. En we zien in andere landen, nou ja, Engeland, Ierland, Portugal, is dat geëxplodeerd. En dat virus heeft gewoon, die variant, die kan zich makkelijker verspreiden, waardoor die R-waarde ongeveer 0,4, misschien zelfs wat meer hoger ligt. Dus ik hoorde de minister net zeggen dat die Britse variant niet veel besmettelijker is dan wat er al is onder kinderen. Nou, we zeggen niet dat die in verhouding lijkt het hetzelfde te zijn, maar is voor alle leeftijdsgroepen is die besmettelijker. We hebben nog veel onbekenden, dus er zit gewoon ook een stukje onzekerheid waarbij we zeggen nu bij twijfel even niet inhalen, meer kennis vergaren. Maar er zit gewoon een algemeen probleem met die Britse variant, dat die met de huidige maatregelen, zoals die nu worden uitgevoerd, niet onder controle is.